Ons zonnestelsel is het planetenstelsel dat bestaat uit de zon en de hemellichamen die gebonden zijn aan de zon door zwaartekracht. Ons zonnestelsel bestaat onder andere uit 8 planeten en 5 dwergplaneten. Welke van deze planeten we deze maand kunnen zien, vertelt Rob van den Bergje. September is een hele mooie maand om naar de planeten te kijken, want eigenlijk alle planeten op eentje na zijn zichtbaar in september. Vanaf de tweede helft van september kun je Mercurius goed zien. Je moet er wel vroeg voor opstaan, want hij komt net vlak voor de zon op. En datzelfde geldt dus ook voor Venus. Venus kun je in september ook in de ochtend zien, vlak voor de zonsopkomst. Mars kun je helaas niet zien, maar Jupiter en Saturnus kun je de hele septembermaand bewonderen aan de nachtelijke hemel. Dan heb je ook nog Uranus en Neptunus, die zijn ook de hele nacht zichtbaar, maar die kun je jammer genoeg niet met het blote oog zien. Daar heb je een telescoop voor nodig, niet eens zo'n hele grote, maar dan kun je ze wel zien. Verder kun je ook nog een paar mooie sterren en sterrenbeelden zien in de maand september. Sommige sterrenbeelden kun je het hele jaar door bekijken, bijvoorbeeld Cassiopeia of de Grote Beer. Maar in september kun je heel erg mooi sterrenbeeld de zwaan zien. En de staart van de zwaan, dat is een hele heldere ster, de ster Deneb. Daar vlakbij vind je de arend. De arend zit de zwaan achterna. En de arend heeft een mooie rode ster als oog, dat is de ster Altair. Daar vlakbij vind je het sterrenbeeld de lier. En een van de helderste sterren aan de hemel is de ster Vega, die onderdeel uitmaakt van de lier. En dan heb je nog verder Bootes. Bootes heeft een mooie oranje superreus. En die kan je ook zien als het licht oranje, felle grote ster. Dat is Arcturus. En tenslotte heb je het sterrenbeeld Voerman. En daar zit ook een superreus in die behoorlijk helder schijnt. En dat is de ster Capella. Dus er valt genoeg te zien in september. In de ochtend van 12 september hebben we te maken met een samenstand van de maan en Venus. De twee helderste hemellichamen op de zon na. Maar wat gebeurt er dan precies? Soms dan helpt de natuur je een handje om heel snel en makkelijk planeten terug te kunnen vinden. Want in de ochtend van 12 september is er namelijk een samenstand tussen de maan en de planeet Venus. Ze staan natuurlijk niet echt heel dicht bij elkaar, maar je ziet ze samen staan aan de hemel. En dat noemen we dus ook een samenstand. Rond een uur of 6 komen Venus en de maan op. Nou, de maan pik je er zo uit natuurlijk. En Venus is die hele heldere ster die vlak bij de maan staat. En dat is dus geen ster, maar een planeet. Ze komen op voor de zon, dus je hebt maar een kort moment om ze samen te zien. En daarna als de zon opkomt, dan wordt alles overstraald en dan is het weer weg. Maar dan heb je wel mooi Venus naast de maan zien staan. Vanaf deze maand is er een supernova te zien, gewoon vanuit je eigen huis. Wat het is en hoe je deze kunt bekijken, gaat Rob van den Bergje vertellen. Heb je ooit wel eens met je eigen ogen een supernova gezien? Nou, ik niet. Maar binnenkort krijg je de kans. Want vanaf 8 september is er een supernova zichtbaar in het sterrenbeeld De Grote Beer. En die supernova die wordt vanaf dat moment steeds helderder. In het begin heb je nog wel een kleine telescoop nodig om hem te kunnen zien. Maar in de weken en misschien zelfs maanden daarna wordt hij steeds feller. En uiteindelijk, hopen astronomen, zou je hem zelfs 's nachts met het blote oog kunnen zien. Nou, die supernova op zich is niet direct te herkennen. Je zou dus eigenlijk een opname voor en een opname na moeten hebben. En dan zie je dat er op die plek bij De Grote Beer een nieuwe ster staat. En daarom heet die ook nova of supernova, want dat betekent nieuw. Vroeger dacht men ook dat dat nieuwe sterren waren. Maar inmiddels weten we dat het juist het einde van een ster is. Sterren die groter en zwaarder zijn dan onze eigen zon, die zullen aan het einde van hun leven helemaal opzwellen en vervolgens in elkaar klappen. En dat gaat met heel veel energie en heel veel licht gepaard. En dan kan zo'n ster zelfs wel meer licht uitstralen dan het hele sterrenstelsel waar die in staat. Dus houd in de gaten, vind de goede plek en blijf kijken. En dan zie je misschien op een gegeven moment met je blote ogen zo'n supernova. Op 1 september begint de meteorologische herfst.
en op 23 september begint de astronomische herfst. Maar wat is nou het verschil tussen deze twee? En wat heeft het te maken met de stand van de aarde? Nou, die meteorologische herfst, dat gebeurt al heel lang op die datum. Dus vanwege de waarnemingen uit het verleden en de statistiek blijven we gewoon die datum aanhouden. Maar die astronomische herfst, die vindt plaats op het moment dat de aarde in de baan om de zon zo staat dat om 12 uur 's middags de zon recht boven de evenaar staat. En het gevolg is dat de dag en de nacht overal op de hele aarde even lang duren. En dat kan variëren. De baan van de aarde varieert een beetje. Dus ene keer kan het op 20 september vallen of 21 of 22. Maar dit jaar dus 23 september, het begin van de astronomische herfst.